Dit is Flevoland van zondag 15 juli. Op de kruising van de Biddingringweg en de Elburgerweg in Dronten is zondagmiddag een aanrijding geweest tussen een scootmobiel en een auto. Volgens een ooggetuige wilde de scootmobiel van het fietspad de Biddingringweg oversteken en zag daarbij vermoedelijk de auto over het hoofd. De scootmobielbestuurder is zwaargewond met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis in Zwolle. Meerdere ambulances en de traumahelikopter kwamen ter plaatse. Op stadslandgoed De Kemphaan in Almere konden natuurliefhebbers het hard ophalen bij twee festivals. Want daar werd tegelijkertijd en de Bijen- en Insectendag en het Rolling Nature Festival gehouden. Bij de Bijen- en Insectendag leer je en zie je van alles over de bijen. Het mooie volkje, onze eigen bijenstal kun je bezoeken. Er worden manden gemaakt, honing geslingerd en er wordt heel veel informatie gegeven over bijen. En dat werd onder andere gedaan door de imker Jan-Willem van der Hoek. Hij liet zien wat de bijen doen en hij beantwoordde alle vragen. Hoe komt het dat hij zo mooi de bloemen weet te vinden? En hoe lang leeft hij? En al dat soort kleine dingetjes. Wat hij doet in de kast. Hè? Een raadje bouwen. Dat er een koningin is. En dat er een werkster is. En dat er uiteindelijk één dar is. En dat zijn de mannetjes. Bezoekers stonden er met hun neus bovenop. En er zitten ongeveer 100.000 bijen in één zo'n doos. Dat past. Ja. Er werd ook verse honing geslingerd, zo van de raad het potje in. En er was dus het Rolling Nature Festival met een soort van foodtrucks waar je van alles kunt doen. Dus je gaat lekker knutselen, leuke dingetjes doen, hindernisbaan, aquabubbels hebben we in de sloot en het wordt helemaal gezellig. Zo liet deze bezoeker zich tatoeëren. Want dat kon ook. Een tatoeage waarvan? Chocolade. Echt chocolade. Het is bijna 30 graden. Ja, hij zal er niet lang op blijven zitten, maar dat is ook niet de bedoeling, denk ik. Ik denk dat hij... We laten het aan deze dame over. Ja, iemand mag hem eraf likken. Iemand mag hem eraf likken, ja, daar zijn ze voor. Dus, dat willen we wel even zien. En die bleek dus prima te smaken. Op het Rolling Nature Festival was wat te doen, er was wat te zien en je steekt er ook nog wat van op. Voor groot en klein. Ja, ze heeft bijenbommetjes mogen maken. Dus ter promotie van de bijen om te bevorderen de plantjes. Ze heeft net potjes, ze heeft survivalen gedaan en nu is ze lekker aan het kleuren. Mooi evenement. Ja, zeker. Zeker. En, ik hoop dat het nog lang blijft bestaan. Ook lekker in de natuur. Een mooie familiedag. De 13 demente bewoners van groepsaccommodatie Hoeve Marant hebben gisterenmiddag een elektrische duofiets cadeau gekregen. Door de duofiets kunnen ze onder begeleiding een tocht door de omgeving maken en de fiets werd feestelijk in ontvangst genomen. Geweldig voor de bewoners. Het is een extraatje voor onze bewoners die daar gretig gebruik van maken. We hebben ooit eens kunnen oefenen op een wat ouder model. Maar dat is zo zwaar, hè? Want bewoners trappen zelf niet echt mee. Dus je moet echt wel wat ondersteuning hebben. Ja, en het is natuurlijk fantastisch dat daar zoveel mensen aan hebben meegewerkt. Geweldig. Op Facebook hebben we dingetjes uitgezet, maar we maken zelf dingetjes. Appelmoes, badzout, douchefris, we verkopen snoepjes. Noem maar op, dat soort dingetjes wat we verkopen. En we hebben een paar mooie donaties gekregen, waardoor dit mogelijk is geworden. Beweging is belangrijk voor mensen met dementie. Door te bewegen ontstaat hersenactiviteit en dat is ook voor demente mensen belangrijk. Jij moet maar zeggen of we hard genoeg gaan, of dat we nog harder kunnen. Ook mensen met dementie zijn gebaat bij beweging, bij prikkels. Dat is heel goed voor de hersenactiviteit. Dus we proberen hun ook zoveel mogelijk wel die ondersteuning te bieden. En het fietsen met iemand lekker de natuur in de wind door je haren voelen. Ja, wat is nou... Lekkerder, ik bedoel, dat is toch prima. Je hebt even quality time met z'n tweeën, je zit lekker naast elkaar, kunt gezellig kletsen, ziet dingen om je heen. Het is gewoon super fijn. Ondanks de dementie kunnen bewoners zeker nog genieten van de tochten door de omgeving. De fiets werd daarom ook gelijk getest door enkele bewoners en begeleiders. Hoe vond u het? Nou, ik vond het heel spannend om te doen. Ja. Spannend? Ja, dat vind ik wel, want ik fiets namelijk heel weinig. En voor mij was het gewoon een plons in het diepe, zeg maar. Maar het is mij niet tegengevallen. We hebben mooie plekjes in de omgeving. Het kunstwerk, Pier en Horizon. We hebben Oud-Krachenburg hier in de omgeving en Vollenhoven. Dus daar ben je met de 6 kilometers, daar ben je ook zo.
voetballers van Almere City FC hebben gisteravond een oefenduel tegen Cambuur verloren. De Vriezen, die net als City volgend seizoen uitkomen in de keukenkampioendivisie, waren met 2-0 te sterk. In de eerste helft kregen de Almeerders nauwelijks kansen. Dit lopje van de nieuwe spits Stijnmeijer was het enige wapenfeit. Cambuur was gevaarlijker en kwam vlak voor rust op voorsprong. Het cadeautje wordt hier gegeven door Anas Ahanach en Karim Rossi maakt daar dankbaar gebruik van. De Almeerders zijn nu krap 2 weken in voorbereiding. Resultaat heeft in deze fase nog geen prioriteit. We hebben vanmorgen getraind, we hebben gisteren getraind. Dus we hebben deze wedstrijd echt als een training genomen. Ook voor als we de belasting en de stijltiming kijken. En het is gewoon goed te weer analyseren en maandag weer verder gaan naar de volgende. In de tweede helft krijgen de Almeerders een aantal goede kansen. Hier via Stijnmeijer. En dit schot is van Ricardo Kip. En ook via deze hoekschop is City dichtbij een treffer. Maar City scoort niet. Cambuur wel. Want hier bepaalt vlak voor tijd Rutger Simon Etten de eindstand op 2-0. En tijdens dit oefenduel op het sportcomplex van amateurvereniging Franeker was er ook nog het debuut van Niek Vossenbelt. De middenvelder die is overgenomen van FC Den Bosch. Dat was mijn eerste wedstrijd. Ik had nog geen oefenwedstrijd gespeeld, dus dat merk je wel, maar het is goed om hier te zijn nu. En je hebt ook het idee dat met deze groep dat er genoeg kwaliteit is om de doelstellingen ook te halen dit seizoen? Nou ja, zeker. Kijk, je ziet dat het nog best wel redelijk krap is. Er zitten veel jonge jongens van jong zijn erbij. Dus dat is aan de directie hoe dat verder gaat. Ja, eigenlijk zeg je van er zou nog wel wat kwaliteit bij kunnen. Nou ja, weet je, als er extra jongens bij kunnen komen, dat zal nooit verkeerd zijn. Maar als het hiermee moet gedaan worden, dan is dat ook denk ik voldoende kwaliteit in de groep. En dus, er zitten een paar talentvolle jongens bij die misschien aan kunnen haken. City speelt dinsdagavond in Amsterdam het volgende oefenduel tegen de amateurs van AFC. De voetballers van Flevo Boys hebben zaterdag het eerste deel van de voorbereiding afgesloten met een 1-1 gelijkspel tegen MSC Meppel. Na een jaar afwezigheid keren de Emmeloorders dit seizoen terug in de hoofdklasse. En dat doen ze onder de nieuwe trainer Kevin Waalderbos, die overkwam van Bekwiek 1887 uit Groningen. De trainer is positief na zijn eerste weken in Emmeloord. Dat het een hechte groep is, met jongens die al langer bij elkaar zijn. Dat ze heel veel energie in zich hebben. En daar kan ik alleen maar tevreden over zijn. Nou, ik ken hem nog van ook tijd bij Bekwiek. Dus op die manier toen ook al wel een goede indruk. En ik vind het mooi dat hij hier is gekomen. Hij lijkt me, zoals ik een beetje gezien heb vandaag, heel bevlogen. Ja, kun je wel zeggen. Ja, gewoon heel veel energie erin. Hij heeft wel bepaalde dingen in de speelwijze die hij graag terug wil zien. En, ja, daar moeten we misschien ook nog een beetje aan wennen. Maar ik vind dat we daar goed mee zijn begonnen. Waalderbos heeft een duidelijk plan hoe hij met Flevo Boys wil spelen. Snel druk zetten op de tegenstander speelt erbij een grote rol. Nou ja, dat is het wel. Hè. En ik vind dat je als je de bal verlies leidt, dat je snel weer druk op de bal moet krijgen. En dat begint in principe bij degene die de bal verliest en de mensen eromheen. En daarmee kun je gewoon je verdedigers en misschien wel je middenveld wat ontlasten. Dus dat druk zetten is wel iets van het hele team. Ja, dat was ook het doel van vandaag. Echt binnen 3 seconden gelijk vol erop. Nou, je zag waar hun dan uit scoorden dat het dan even niet goed ging en dat de ruimte erachter lag. Ja, dan waren we weg, maar voor de rest hebben we de hele wedstrijd heel goed gedaan. Toen Waalderbos tekende, speelde Flevo Boys nog in de eerste klasse. Hij is blij dat het de ploeg is gelukt alsnog te promoveren. Het is een hartstikke mooie uitdaging. Als je de competitie bekijkt, dan krijg je nu al zin in om die wedstrijd te spelen. En ik ben blij dat ze gepromoveerd zijn. Was ook verdiend volgens mij na zo'n mooi seizoen. En die jongens hebben ook zin in de uitdaging. Dus we gaan bewijzen dat we op dit niveau thuis horen. Ja, dat durf ik niet te zeggen. Het zijn natuurlijk wel weer leuke potjes die we vorig jaar ook hebben gehad. Dus dat zal dit jaar ook wel weer heel mooi worden. En natuurlijk wat andere mooie ploegen, ACV en Urk natuurlijk erin. Geen Muiden, dus dat zijn wel potjes waar ik naar uitkijk. Flevo Boys start 6 augustus weer met trainen. Op woensdag 22 augustus staat de eerste officiële wedstrijd van het seizoen op het programma. Dan gaan de Emmeloorders voor de KNVB-beker op bezoek bij OJC in Rosmalen.